Vandaag hebben we de tweede conferentie gehad met als thema bereikbaarheid voor iedereen. Het was lekker druk in de zaal. Er waren veel mensen die bezig zijn met bereikbaarheid in gemeenten, bij provincies en vanuit het Rijk. En natuurlijk ook gebruikers waren aanwezig. Het is een ontzettend belangrijk thema. Het gaat om toegankelijk reizen. Het gaat erom dat je gewoon de voordeur uit kunt en op pad kunt naar werk, school, familie. En dat is voor de een makkelijker dan voor de andere. En dat betekent dat we in alle vervoersvormen, openbaar vervoer, fietsen, lopen, trein, de auto, echt nog veel dingen echt beter moeten gaan organiseren en regelen in Nederland. Ja, ik ben zelf blind en ik vind het lastig in het openbaar vervoer. Dat ik in het voertuig lukt het over het algemeen wel, maar op grote knooppunten lukt het mij niet om een weg te vinden van de ene naar de andere modaliteit. Wij organiseren dit congres samen met het ministerie van IMW om duidelijk te agenderen dat er sprake is in Nederland van mobiliteitsongelijkheid. En die mobiliteitsongelijkheid betekent dat mensen niet volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijke verkeer. Ze kunnen niet voldoende socialiseren, recreëren en het is ook lastig vaak voor ze om naar het werk te gaan. Het is de tweede keer dat dit nu georganiseerd is. Keer was een half jaar geleden ongeveer. En het is veel drukker, dus dat betekent dat er veel meer aandacht voor is vanuit allerlei partijen. Een van de dingen die we vandaag ook hebben gedaan om dit te onderstrepen, dat is een pilot met de provincie Zeeland gaan we starten. Ook vanuit het Rijk gesubsidieerd met 6 miljoen. Waarbij we proberen ervoor te zorgen dat heel Zeeland op een goede manier ontsloten wordt met openbaar vervoer en met alle andere modaliteiten. We kijken enorm uit naar de resultaten daar. Wat gebeurt er nu als je streekvervoer en het doelgroepenvervoer vanuit de WMO gewoon integreert en aanbiedt aan iedereen?